allemaal, leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video van GBS International. In deze video ga ik een nachtje vissen met mijn vader in het Biesbos. En nu ga ik laten zien welke vis ik allemaal gevangen heb en welke aas ik ervoor gebruikt heb. Let's go! Deze schubkarper hebben we vanochtend gevangen met Nuga. En nu gaat mijn vader hem weer vrij laten. Deze schubkarpers hebben we vanochtend gevangen met Milby 2. En nu ga ik jullie laten zien hoe wij hier zo zitten in de Biesbos. Dus, let's go! Als eerste hebben wij hier zo een inklapbare bananenboot met paddels, zoals je kan zien. En daar gaan we dus zeg maar gewoon in varen. En hier zo hebben we dus de hengels. Nou, we hebben de piepjes aan zitten, dus als ze dan in de tent zitten, dan kunnen we horen. Als we een vis hebben. Hier zo hebben we het net en dat doe je dan in het water en dan pak je de vis op. En dan kunnen we hem onthaken bij de onthaakmat. Die ligt hier zo. Dit is de onthaakmat. En hier zo heb je een soort van emmertje. En daar doe je dan water in en dan zorg je ervoor dat de vissen in leven blijven natuurlijk een beetje. Maar natuurlijk ook wat rustiger worden, want misschien is het veel fijner. En ik zit nu met papa in de auto op weg naar huis. Dus voor ons is het tijd om deze video af te gaan sluiten. We zijn klaar met het vissen. We hebben 5 vissen gevangen. En we zijn heel erg blij met onze vangst. En omdat het dus tijd is om deze video af te gaan sluiten, zeg ik geen dat ik geen dikke duim omhoog doe voor deze video. En beneden hier zo op het kanaal te abonneren. En dan zeg ik tot de volgende video. Doei op het kanaal. En vergeet natuurlijk ook niet een like te geven voor deze video. En vergeet zeker niet. Je hoeft niet goed te kunnen vissen om plezier te hebben van je hobby. Doei, bedankt voor het kijken.